Welkom op de persconferentie na de wedstrijd tussen KVO Stijn en Racing Genk. En extreem is geëindigd op 1-2 voor Racing Genk. Philippe Clément, ja, het is jouw tweede overwinning in Oostende. Eerst met Waasland Beveren, nu met Genk. Jouw analyse van deze partij, alsjeblieft. In de eerste plaats twee ploegen die niet top zijn op dit moment. Dat is duidelijk. Maar wel heel veel strijd in de wedstrijd. Ik vond dat wij de eerste helft de betere ploeg erin waren, beter voetbalden, ook de betere kans hadden en dan ook verdiend op voorsprong komen. Heel blij ook voor Marcus met zijn goal, maar ook voor de ploeg die hem op een betere manier bedient en zijn goede loopbewegingen ook beloont met directe passing vooruit. Dus een goede doelpunt waar dat we al een tijd op aan het trainen zijn. En dan de tweede helft met de wind in de rug kwam Oostende heel hard opzetten. En dat was het buigen en barsten voor ons. Hebben we wel een aantal keren nog kunnen uitbreken, maar ja, soms niet goed uitgespeeld, soms te overhaast, die laatste pas die niet goed kwam. Een paar keer Vukovic die ons moet rechthouden. En dan krijgen we een heel grote kans met de jonge Dante van Zijr op de 0-2, wat op dat moment eigenlijk de boeken sluit. Maar we missen die kans. En op de volgende aanval krijg je dan 1-1 met een on-goal ook van ons. En daar ben ik dan heel blij over, om de reactie nadien. We zijn nu een aantal weken heel hard bezig met deze groep om de mentaliteit te veranderen. Omdat de voorbije maanden toch dikwijls hoofdjes naar beneden heb gezien. Het opgeven op het veld, niet blijven strijden. Naar elkaar wijzen ook soms. En vandaag hebben ze getoond dat het op een heel andere manier kan. En ik ben blij dat ze die lessen aan het leren zijn. Ik ben ook blij dat ze ervoor beloond worden. Want eigenlijk de jongen die de on-goal maakt en die heel down zou kunnen zijn, is diegene die heel de actie mooi opzet op de rechterkant. En het is dan Thomas Biffel die het doelpunt kan maken. Dus dat geeft de groep heel veel zuurstof en heel veel moraal voor de volgende weken en maanden. Maar ik zeg erbij, ik zie ook nog heel veel werkpunten. Laat dat duidelijk zijn. Goed, dank u wel, Philippe Clément. Adnan Kustovic, la joie et la déception. Dans une minute, ça c'est le foot. Comment tu te sens maintenant, après cette défaite? Ik ben ontgoocheld voor de prestatie van mijn spelers in de tweede helft. We hebben genoeg kansen gehad en de efficiëntie moet beter zijn. En vandaag, ik denk dat wij hebben misschien de beste wedstrijd van deze jaar gespeeld. En wij pakken geen punt. Zo, ik ben ontgoocheld voor de spelers, voor de tweede helft. Ik vind dat wij zijn de betere ploeg vandaag. We hebben meer kansen gehad en dat is, het is voetbal. En voetbal soms is het cruel, de voetbal. Weinig tijd om na te denken, pas beaucoup de temps de réfléchir. Zaterdag Kortrijk. Dat is ook goed. We hebben de volgende wedstrijd in 4 dagen en zo we kunnen ons hoofd veranderen. Ja, leegmaken. Ja. Changer un peu les idées et directement essayer de prendre les 3 points contre Kortrijk. Zeker, ik ben blij voor Fernando. Zijn inkoming was heel goed. En dat is goed. Conte een beetje in positie, dat is niet zijn positie op linksbak, maar oké. In de laatste minuut het was ook een beetje probleem, maar oké. En Joseph ook de 7-8 minuten dat hij gespeeld was ook goed. Maar in feite, ils sont entraînés avec l'équipe réserve 2 mois, c'est-à-dire il manque beaucoup de rythme. C'est ce qu'on a vu aussi un peu en stage en Espagne, où il a aussi loupé 2 jours, je pense, parce qu'il était blessé. Il a senti un peu des douleurs musculaires. C'est pour cette raison qu'on va prendre le temps nécessaire pour qu'il retrouve son niveau.